Vandaag spelen we verstoppertje, maar het zoekje wordt steeds professioneler. Rick heeft zich zojuist verstopt en we beginnen met een normaal iemand. Hierna gaan we het opnemen tegen de beveiliging, een jager en op het einde worden we letterlijk gezocht door de politie. Dit is Danique en dit is een normaal iemand. Jij mag Rick gaan zoeken in 3, 2, 1, let's go. We beginnen al. We zijn officieel begonnen. Rick kan dus op dit hele park zitten. En ik kan je vertellen dat het echt een mega groot park is. Vandaar dat ik dit golfkarretje geregeld heb. Let's go! We zijn op pad. Besef dat ik gewoon een Dixie heb gehuurd om verstoppertje te spelen. Oh. Misschien zit hij hier ergens achter. Hier tussen. Oh. Is hier zoveel bosjes en bomen? Ja, er zijn genoeg verstopplekken waar Rick zich kan verstopt hebben. Ik zie geen Rick. Nee, niks. Zit hij in het huisje, ja of nee? Hij zit niet in het huisje. Nope. Hier zit hij niet. Hij gaat terug. En besef dat we ook niet verstoppertje gaan spelen tegen de politie. Gaan we weer. Zoek te gaan verder met de golfkar. Waar ben je? Rick! Waar ben je? Ik weet nog niet of ik het karretje hoor of een bosmaaier. Nee Rick, dat is Robbie met bosmaaier. Kan je hier kijken? Ja, ik vind dit is toch wel een goede verstopplek, denk ik. Ja, dit is echt een goede verstopplek, denk ik. Maar na hier even rond te hebben gekeken, kwam ze er al snel achter dat Rick hier niet zat. We gaan verder. Ready? Yes! Gaan we weer. Ik hoop trouwens niet dat er wandelaars langskomen lopen, anders hoort in één keer het stem onder een Dixie uitkomen. Hoorde jij daar ook wat? Volgens mij was dat gewoon een eekhoorn. Na 5 minuten moet Rick dus een foto sturen om de zoektocht misschien iets makkelijker te gaan maken. Bij de kano's. We moeten naar de kano's. Oké, let's go. We gaan hem pakken. Het was wel een goede hint dit. Het was wel een goede hint, maar het zat een goede. Kid, ik dacht dat deze op de grond lagen. Nee, dit kan niet. Ik dacht echt dat ze op de grond lagen. Dat een kever op? Nee, dit wil ik niet. Oh, er zitten hier echt 4 kevers. Oh, speeltuin. Daar gaan we eens even kijken. Oké, eens even kijken. Dit huisje misschien? Nee, hier kun je ook echt niks onder maken. Nope. A few moments later. Het is tijd voor de toeter. Die kant op. Ja! Kom. Oh, maar dat klonk best wel dichtbij. Ja! Maar dan is hij onder zo'n huisje of zo een gat heeft gegraven. Hij moet hier ergens zitten. Oh nee, ik hoor ze echt serieus dichtbij komen. Hij kan niet hieronder zitten, of wel? Oh! Oh! Je hebt me dus gevonden. We gaan nu verder naar de volgende. Het niveau gaat omhoog. Dit is Lodewijk en hij is een professionele beveiliger. We spelen dit keer in een mega gamecentrum met onder andere een bowlingbaan, lasergame arena, 21 escape rooms en nog veel meer. Ik moet dus binnen 10 minuten een plek hebben gevonden. Maar er zijn hier zonder grappen echt duizenden plekken. Op de bowlingbaan, zo kunnen. Ze hebben hier zelfs een golfbaan. Kan ik hier niet achter? Ja, dit is serieus een goeie. Maar ik denk dat de kans wel groot is dat hij hier gaat kijken. We zijn bij de lasergame area aangekomen. Oké. Jongens, ik heb een goed idee. Ik heb ook nog een pop meegenomen genaamd Berna. Hallo Berna. En die ga ik op deze plek neerleggen. Misschien trapt hij er wel in. Potentieel wel een goede plek. Ze hebben hier ook allemaal verschillende escape rooms. Oké, hier is wel net niks te vinden. A few moments later. Ik denk serieus dat ik de beste verstopplek ooit heb ontdekt. Dit gaat hij nooit vinden. Dit gaat hij echt nooit vinden. Dit is dus een geheim luik. En als ik hier doorheen ga, kom ik in een andere ruimte. Het deurtje gaat dicht. En dit is dan mijn verstopplek. Holy... Ah, mijn hoofd. Ah, nee, jongen. Ah. Kijk waar ik zit. Ben je er klaar voor? Ja? Pakken, jongen. 3, 2, 1, let's go. Jongens, ze zijn officieel begonnen. Maar hoe lang ben je al beveiliger? De 8 jaar in de branche. Dus je bent een goede beveiliger? Ja, dat kun je wel stellen. Niks? Niks. Door. Dit zijn de escape rooms. Oh. Sexy mensen, maar. Ik hoor ze serieus al dicht. Niks. Nee. 3 minuten later en hij had elke escape room gecheckt. Ja. Of ja, dat dacht hij. Volgens mij hebben we alle escape rooms gehad. Ik hoor ze echt overal heen lopen. De laser game. Ik kan er overheen kijken. Je hebt het zo gehoord. Het is echt een doolhof. Het is echt een doolhof, man. De eerste 5 minuten zijn voorbij, dus het is tijd voor de foto. Het lijkt wel op het lasergame gedeelte. Jongens, ik ben echt bang dat ik hier over een uur nog in zit. Deze lasergame ruimte is veel te groot en heeft veel te veel verstopplekken. En alles lijkt op elkaar. Jongens, ik heb er een walkie-talkie en ik kan de beveiliger hiermee spreken. Hey, jongeman. Lukt het een beetje? Ja, lukt het een beetje. Wacht maar, jongen. Oké, lasergame gedeelte zit hier niet. We gaan naar de bowlingbaan. We gaan naar de bowlingbaan? Dat is mijn favoriet. Jongens, het duurt onderhand wel heel lang. Zijn ze een potje aan het bowlen of zo? Ik weet niet of je het erg vindt, maar ik ga heel even een balletje gooien. Niet denk maar, ik zoek rustig door. Dat was mis. Heb je hier alles gecheckt? Bowlingbaan, helemaal gecheckt. Niemand gevonden. Er zijn al 5 minuten voorbij, dus dat betekent de toeter. Ah!
Godverdomme, dat ding vliegt eraf. Ik heb hem gehoord. Ik denk, we horen hier de toeter. Nou, we zien hem hier niet. Ja, hij zit dus ook niet op de golfbaan. Nee, hij zit niet op de bowlingbaan. Hij zit niet in het laser game. Ik hoor je, ik hoor je. Je hoort mij. Ik hoor je heel goed. Boven? Boven. We zijn terug in de escape rooms, want daar kunnen we nergens vinden. Kan je één ding zeggen? Je bent dichtbij. Kan je één ding zeggen? Ik ruik angstzweet. Ik zit hier al 25 minuten en ik moet weer toeteren. Jongens, ik weet even niet meer hoe de zoeker heet, maar hij zit momenteel in een doolhof. En het is pikkendonker, maar ik zie hem niet meer. Oh, hier ben je! Halve onderweg, tijd voor de toeter. Ik zit in een escape. Je meent het. Minuut 35 al. Ik zit hier! Hey. Oh, ik was zo dichtbij. Het duurde heel lang, maar uiteindelijk heeft hij mij gevonden. Op naar de volgende. We gaan het nu iets moeilijker maken. Dit is een professionele jager. Die jaagt normaal op dieren, maar nu op Jesper. In dit grote bosgebied heeft Jesper 10 minuten de tijd om een goede verstopplek te vinden. Ik moet me dus gaan verstoppen in dit bos. En daarvoor heb ik een plan. Ja, dit gaat echt lastig worden. Ik heb hier een camouflagepak. Zo. Ik heb mijn camouflagepak aan, dus ik kan nu een verstopplek gaan zoeken. Ho jongens, let's go. En voor de afleiding heb ik nog een camouflagepak. Die ligt mooi. Zo, het lijkt net of ik daar lig. Ja. Na lang rond te hebben gelopen, kwam ik op een goed idee. En ik denk niet dat hij denkt dat ik in een boom zit. Oké, nu nog in de boom, kom. Het valt echt niet zoveel op. Jongens, zijn onderweg. Ja, dat is echt goed. Dit is zo goed, Jappie. Ik hoop dat het gaat werken. Jongens, ik zit dus verstopt in de boom en ik hoop dat je mij niet ziet. Jesper, ben je ready? Ik ben ready. Ben je er klaar voor? Ja, zeker weten. Ik zou zeggen, 3, 2, 1, let's go. Jongens, ze zijn van start. Ja, het is nu de vraag, zit hij onder de grond, zit hij in een boom of weet ik veel. Jij weet het bij jullie nooit, dus we gaan ons best doen. Ik vind het zo spannend. En zie je al iets? En wat wij niet wisten is dat hij een professionele warmtecamera had meegenomen. Hij is het hele bos aan het uitkammen met de warmtecamera. Oké, ik denk echt serieus dat Jesper echt binnen 1 minuut gevonden is. En zie je al wat? Ja. Oh, daar ben jij. En hier zie je dus hoe goed die camera werkt. Oh jongens, ik heb echt vreselijke hoogtevrees. Ik vind dit serieus al hoog. Mag je zelf kijken? Ja, ja. Holy shit. Wow, dit is vet jongens. Dat ding wil ik ook. Hoe duur is die? Ja, tussen de 4.500 en de 5.000 euro. Ai. Hoe lang doe je al jagen? 9e jaar nu. En je wordt elk jaar wordt je steeds beter. En een beetje beter om te gaan met de natuur en het wild. En, jongens, volgens mij begint het te regenen. Ik moet zeggen, dit wordt lastig denk ik, maar we gaan hem vinden. Maar heb je al ooit op mensen gejaagd? Waarschijnlijk niet. Nee. Zie je iets? Ik denk dat ik daar net wat zag. Nee, dat meen je niet. Maar gaan we overal heen, man. Monde pie. Ah, en ik zit ook echt niet lekker. Oh jongens, ah. Ik zit op 1 tak en ja, jullie kunnen vast wel bedenken wat pijn doet. Het kan ook zijn dat je een dier ziet, toch? Dat kan zeker, ja. Daar zie ik iets. Een eekhoorn denk ik. Ja. Is dat een eekhoorn? Ja, die gaat daar wonen. Oh jongens, dat is veel te leuk. We hebben een eekhoorn gespot. Au! In de toren. Jongen. Au. Ah. Wacht op mij. Ik zit helemaal vast. Ai. Ik hoor ze. Het is stiekem ook niet best een groot gebied. Wie had dat ooit gedacht? Verstoppertje tegen een jaar. En ik kan jullie zeggen, het wordt nog moeilijker. En? Niks. Nog niks. Hier is de grond wel heel warm, maar... Jongens, de grond is hier warm. Dat kan 2 dingen betekenen. Of Jesper zit hier. Of iemand heeft een smeuïg warm frikandel broodje op de grond gegooid. Jongens, ik zie ze. Ja, hier zie ik al wat liggen, maar ik denk dat dit de afleiding is. Ik ben er niet in getrapt. Helaas, Jeppie. Het is tijd voor de foto. Oké, we hebben de foto. Ja. Hij weet het meteen. Oh nee, hij weet het meteen. Oh nee. hij heeft sporen ontdekt. Hier komt ook in het gebied met de bomen wat op de foto zat. Dus ik kan eigenlijk niet anders dan dat hij hier echt moet zitten. Oh, kijk. Ja, gevonden! Ja, 100% zit in die derde. Ja. Ik ben dus gevonden door de jager. Best wel snel helaas, maar we gaan door naar de volgende. Ik ben hier momenteel in een open luchtzwembad. En Jesper neemt het nu letterlijk op tegen de politie.
Wij gaan, of we hebben in ieder geval van de meldkamer een melding gekregen dat er een jongen een diefstal gepleegd zou hebben bij een supermarkt. Die zou een frikandelbroodje gestolen hebben. Die zou weggerend zijn richting een openluchtzwembad. Voordat de politie er is, moet Jesper dus een verstopplekje vonden hebben. En ik heb een bivakmuts opgedaan. Ik vind het gewoon stoer. Ik zou in principe in de glijbaan kunnen gaan zitten, maar ik denk dat dat iets te vooral liggend is. Maar ik denk wel dat ze hier heel snel gaan kijken. Ik zou ook in het water kunnen gaan. Dat zou ik persoonlijk niet doen. Jongens, echt zonder grap, want er zijn hier zoveel verstopplekken. Echt niet normaal. Voor de rest weten we niet heel goed hoe die eruit ziet. Er werd ook gesproken over een bivakmuts wat hij mogelijk op zou hebben. Of onder de pingpongtafel. Kan ik niet in de kliko? Nee. Ja, Jep, ik zou me zo opschieten. Je staat er stil. Hierboven zijn er kleedkamers. Hij is vluchtgevaarlijk, dus ons doel is eigenlijk om hem zo snel mogelijk achterover te trekken. In de schuur? Maar dit is te voor de hand liggend. Wat is dit dan? Yo! Dit heb ik nog nooit gezien. Volgens mij is dat weer in de machinekamer vooral. Kan ik niet hierin? Oh, ik ben wel bang voor spinnen hier. Ik zit er nu dus in een klein kamertje in de machinekamer. En ik ben van plan om hier dingen voor te gaan zetten. Ik nog een klein minuutje. Ik had niet veel andere keus en heb nog snel wat over mij heen gegooid. Oké. Deze kant beginnen en het werk van naar die kant. Ja, ik vind het spannend. Ik ben zo benieuwd hoe snel de politie mij gaat vinden. Ze gaan eerst de toiletten en het douche checken. Oh, mopt dat nou zo hard, jongens? Ja, jongens. Politie! Dit is zo leuk, jongens. Politie, maak je bekend! Hebben jullie dit vaak gehad dat jullie iemand moesten zoeken? Ja. Zeker! Te vaak. Maak je bekend! Hier heb je ook nog een loods. We gaan hem vinden. We moeten hem vinden. Bent u er dus? Heb je even voor. Ah, het stinkt hier. Nou, dat ben ik denk zelf. Wat een lucht. Het zou heel dom zijn als die hierin is gaan liggen. Shalali, shalala, shalali, shalala. Tani daar in mijn kop. Maak je bekend? Ja, denk je als jullie politie roepen dat hij gaat zeggen, ja, hier zit ik. Hij zou moeten. Hij verstopt zich aardig goed in ieder geval. Jongens, ik heb slecht nieuws. Succes. Je weet het niet, hè? Holy shit, ik ben even afgeleid. Dit is toch een mooi ding, jongen. Powerwux. Oh, moet ze toch eens kijken, jongens. Wat een mooi ding, jongen. Niet normaal. Oh. Ik zei, als we dit allemaal hebben gehad zo meteen, dan weten we dat hij hier niet is. En dan kunnen we naar binnen werken, naar het gebouw. Jongens, de eerste 5 minuten zijn voorbij. Dus dat betekent een foto. Het is tijd voor de foto. Ja, hij ligt ergens onder. Dan pak ik hem toch nog even zo, hoor. Pak je hem zo? Ja. En ik? Politie! Politie! Wij moeten door. Ja, weet je het zeker? Ja. Oh nee, dit is niet... Nee? Nee. Zou jij in het water liggen? Nee joh, je zag toch dat hij droog lag? Oh, waarom ligt daar zijn pet? Voor de afleiding had ik je nog een pet neergegooid. Petjoele? Nee, denk niet hier. Oh. Politie? Politie! Hier staat wel een deur open. Het toilet is negatief. Niks. Hier heb je nog een ruimte. Nee, ook niet. Nee, dit is ook negatief. Beneden? Ja, dat kan nog. Ik zie wel gereedschap. Het is lekker warm hier, hè? Zo, jezus. Oh, hier is wel cel. Politie! Ik heb gevonden! Doen jullie zo altijd dat jullie iemand gevonden hebben? Zeker! Ja. Mag je handen even tegen de muur zetten? Ja. Mag je hand achter de rug doen? Oh. Waar heb je het frikandelbroodje? Ja, die heb ik opgegeten. Meewerken! Mag even tegen de auto gaan staan? Ga ik even kijken of je het bij hebt. Blijf maar gewoon staan, hè? Luister naar. Oké. Nee, jongens, even... Heb je hier zitten? Ja, die heb ik ook gestolen. Jongens, dit is het einde van de video! Op en neer! Man, dus waar zit jij? Hutsenflut! Recht in mij. Koffie nog?